De sfeer is goed. Prachtig weer. Lekker voetballen. Dus het was een mooie week. Alleen het gaat niet om zeg maar een midweek. Het gaat om het weekend bij ons. Dus dat is belangrijker. Ja, je schetst hele rustige omstandigheden. Dat is bij de tegenstander van dit weekend wat anders deze week. Misschien ga jij dat een rare vraag vinden. Maar ik ben wel benieuwd in hoeverre dat ook voor jullie invloed heeft op de voorbereiding naar zo'n wedstrijd toe. Nou, niks. Die onrust, daar heeft denk ik ADO wel wat mee te maken. Tenminste, dat kan ik me goed voorstellen. Maar daar hebben wij geen enkele invloed op. Dus dat maakt niet uit. Kijk, het enige wat je altijd wilt van... wat is de vermoedelijke opstelling van de tegenstander? Wat is de speelwijze? En ja, daar is het voor ons nog wel wat gissen. Omdat ze verschillende manieren van spelen en veel spelers hebben gebruikt. Dus dat is wel lastig, maar dat was het toch. Ja, maar het is niet zo dat jullie dan jullie spelers voorbereiden op van hou rekening met een of ander schokeffect. Of dat hoor je ook wel eens, zo'n term in de voetballerij. Nou ja, dan is de volgende vraag voor mij. Oké, maar hoe hou je nou in vredesnaam rekening met een schokeffect of als er meer druk op is. Wij moeten gewoon ons eigen ding doen. Ja. Je zegt al, is dus wat lastiger om bij hen in te schatten wat je kan verwachten? Of heb je wel dat je denkt van nou, maar dat is zelfs ook bij ADO zelf. Daar is het ook, daar verandert nog wel wat. Soms met de poppetjes, maar ook wel eens in de speelwijze. Dus wij hebben ons voorbereid op hoe wij het zouden doen tegen Twente. Mm-hmm. En we zullen wel zien of ADO dat inderdaad doet, ja of nee. Oké, dat ga je morgen dan zien. Ja. Hoe is het verder qua fitheid van jouw selectie op de langdurig geblesseerde na? Goed. Dus we hebben van de week ook weer een test gedaan. En ook de jongens die minder aan spelen toekomen. We proberen bijna elke dag extra dingen met hun te doen, zodat ze ook conditioneel op peil blijven. En dat ziet er gewoon hartstikke goed uit. En de revalidatie van Dumic en Markelo, die zijn nog lang niet terug, maar die verloopt wel heel voorspoedig. Dat is ook een goed teken. Ja. Verder is iedereen beschikbaar morgen? Ja. Oké, fijn. Ben ik nog wel even benieuwd. Er gaan natuurlijk weer wat jongens uitvliegen volgende week. En nu probeer je hier natuurlijk heel erg die bubbel te houden. Hoe is dat voor jullie om dan te zien dat zij dan wel naar het buitenland moeten? Ja, dat is gewoon iets, dat is wel apart, hè, want we krijgen allemaal het advies om niet te reizen. Maar ja, als profvoetballers zitten we in een mooie uitzonderingspositie. Dus ze worden overal gecontroleerd, ook met het reizen, maar ook waar ze naartoe gaan. Dan hoop je dat ze weer goed terugkomen. Alleen, dat is na het weekend. En daar maak ik me pas druk om. Daar houden we pas rekening mee op het moment dat ze weg zijn. En we hebben eerst morgen ADO. En wat is dan het protocol bijvoorbeeld als zij terugkomen? Het protocol is vooral als ze onderweg zijn. En is dat ze zo snel mogelijk weer getest worden. Maar dan komt de volgende test komt er ook alweer aan. Dus dat is het. En die moet dan weer negatief zijn.